Het was niet de derby die jullie verwacht hebben, lijkt mij. Nee, inderdaad. Ja, natuurlijk hoe we beginnen is geweldig. Je komt daar goed op voorsprong, wil druk op Vitesse houden. En dat was goed gelukt. Ik denk dat we de eerste helft goed hebben gevoetbald, gewerkt. Vitesse onder controle hebben gehouden. En uiteindelijk met 10 man is het heel lastig. Komt de breekpunten, rode kaart en direct in de tweede helft de 2-1. En dan weet je dat het heel lastig wordt. Is het nu boosheid of een teleurstelling? Ik denk dat ik alles op dit moment wel voel. Natuurlijk ben ik boos hoe die wedstrijd verloopt. En natuurlijk ben ik teleurgesteld hoe die wedstrijd verloopt. Het enige, als je er realistisch naar kijkt, hebben we met z'n allen gewerkt. En meer hebben we niet kunnen doen. En iedereen maakt fouten. Dat hoort bij het voetbal. En we hebben 3 punten laten liggen, verloren vandaag. En volgende week is er een nieuwe wedstrijd. Wanneer jullie met 8 man komen te staan, hoe lastig is het dan nog te kunnen verdedigen? Ja, heel moeilijk. Kijk, met 10 man is het lastig, laat staan met 8. Wat vond je eigenlijk van de eerste helft? Verder, ja, inderdaad, doelpunt, vroege doelpunt, daarna 1 tegen. Maar verder, kansen aan beide zijden? Ja, ik denk dat we redelijk onder controle hebben gehad. Goed op voorsprong komen. Verder eigenlijk het spel van Vitesse ontregelen en zelf regelmatig een goede kans gehad. Misschien hadden we dat beter moeten uitspelen, alleen die uitslag die telt en zonde hoe het te klopen is. De kaarten hebben ook consequenties voor aankomende wedstrijd. Verwacht je problemen in de basis zelf volgende week? Ja, we missen natuurlijk veel jongens door schorsingen en blessures. Natuurlijk heeft dat impact op het team en als wij werken als vandaag en vertrouwen hebben in de jongens die daar moeten staan, die er altijd hard voor werken op training en in het tweede elftal, moeten wij gewoon laten zien als team dat wij daar staan. En het heeft geen nut om te kijken wie we allemaal missen. De jongens die er staan, daar hebben we vertrouwen in en die moeten doen. Alex Pastoor, hoe voel je je nu na deze nederlaag? Slecht. Met liefst 3 rode kaarten. Over welke rode kaart was je het meest boos over? Nou, ik ben over alles niet boos, maar daar voel ik me wel heel slecht over. De manier waarop deze 4-1 nederlaag tot stand is gekomen, dat is heel slecht. Wat vond je van het spel van NEC in de eerste helft? Nou, in de eerste helft heb ik ervan genoten. Ik vond dat we het redelijk goed deden. Het was een mooie wedstrijd. Vitesse werd gedwongen om er ook een mooie wedstrijd van te maken. Nou, dat is... In de eerste helft is het uitstekend gelukt. Het was een zeer energieke wedstrijd. Het was volgens mij gigantisch leuk om naar te kijken. En ook in de tweede helft vond ik dat we zelfs met 9 man er af en toe nog heel aardig uitkwamen. En we hebben ook heel lang gewoon in de wedstrijd gezeten. Alleen ja, met z'n 9 of met z'n 8, dat is natuurlijk vechten tegen de bierkaai. Je bent dan net in de kleedkamer geweest? Ja. Hoe is de sfeer daar nu? Nou, die zal in het verlengde liggen van wat ik je nu net zeg. Ik bedoel, we zijn teleurgesteld over het feit dat we deze wedstrijd verloren hebben. Maar ik denk dat we ook al hard aan het nadenken zijn over volgende week. Want ja, dan betaal je nog eens een keer een heel zootje rente voor de rode kaarten die je hebt opgelopen. Verwacht je problemen voor aankomende wedstrijd? Nou, problemen. Ik zie het eerder als uitdagingen. Misschien hoef ik niet zo lang na te denken over wie er speelt.